Eke, we zijn hier vandaag in Henk. Jullie speelden een indoor toernooi met Anderlecht. Tegen OHL, tegen Moldavo, tegen Henk zelf. Hoe liep het? Redelijk goed. We zijn een jonge ploeg en we hebben ons best gedaan hier op het veld. Op dit veld, je voelt je daar in je sas aan, denk ik? Ja, ik doe dat wel graag. Binnen spelen, technisch, is wel iets voor mij. Ja. Je werd ook bijna gekozen tot speelster van het toernooi. Ja, dat had ik helemaal niet verwacht. Dus ja, ik stond daar ook niet. Dus ik had helemaal niet verwacht dat ik zou verkozen worden. Tweede plaats. Wel leuk om eens te worden, vind ik. Ja, niet verwacht. Dus wat prachtig, hè. Ja. En in een van die wedstrijden maakt ook een heel mooie goal, hè, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet welke dat je bedoelt, maar... Ja. Helemaal in een van die eerste wedstrijden. Dan loop je dat in de winkel gaat. Ah ja. Ja, mooie goal dan. Misschien dat ik die nog eens zie bij een herhaling op een filmpje, maar... Ik kom er nu zelf niet op direct. Ja. We zijn op het einde van het jaar. Wat hoop je voor 2017? Ja, wij als ploeg. We zijn een jonge ploeg en ik hoop dat we ons verder kunnen ontwikkelen. Beter kunnen samenspelen en voor mijzelf natuurlijk verder ontwikkelen. En misschien nog om één keer hoger geraken, de kans krijgen ook. Ja. Oké, ik dank je. Veel succes en prettig 2017. Dank je wel, voor u ook. Dank je.